we ons realiseren, en dat is een feit, dat is niet iets wat we verzonnen hebben, dat we zijn teruggevallen op ons prestatieniveau van vandaag op het niveau van de 90er jaren. En inmiddels hadden we met z'n allen overigens in Europa heel veel vooruitgang geboekt. Het is een groot succes, die formule Europa. En desalniettemin hebben we nu vast te stellen dat juist door die crisis waarmee we geconfronteerd zijn, dat we weer teruggevallen zijn, dus dat we tenminste 12 jaar teruggevallen zijn. Omdat 20 jaar hard werken om de overheidsschuld af te betalen geheel is weggevaagd. En we hoeven niet alleen naar Griekenland te kijken, dat voorbeeld kennen we allemaal. Het is ook ten aanzien van bijna alle andere lidstaten aan de orde. En die 20% werklozen is met name gefocust in de categorie jongeren. Dat zijn de mensen die hun uiterste best hebben gedaan in onderwijstrajecten omdat ze er tegenaan wilden. En het betekent dat in die fase dat je daar je rugzak mee vol hebt, of in ieder geval goed gevuld, dat je dan niet aan de slag kunt. En dat betekent dat als we niet oppassen, met z'n allen, dat we straks een generatie voor ons hebben die alle hoop en alle verwachtingen en terecht had om mee te doen in dat maatschappelijk proces en geen kans krijgt. En dat is niet alleen maar een zuur feit. Dat kan consequenties hebben. En dan hoeven we geen eens over criminaliteit enzovoort te spreken. Maar het kan een maatschappelijke ontwrichting hebben. Die interne markt van de Europese Unie, dat is eigenlijk een kroonjuweel. Als iemand mij vraagt, en ik had gisteren het genoegen om met de nummer 1 van Coca-Cola een hap te eten. En we spraken over het verschil van de Verenigde Staten en van Europa. En als je dan nog een keer uitlegt, en deze man weet het als geen ander, want hij is ook buitengewoon belangrijk in Europa met zijn producten. Maar als je dan nog een keer kunt uitleggen, die interne markt en Europa op zichzelf is een kroonjuweel, is iets fascinerends, is een continent waar in ieder geval mijn generatie, toen we heel erg jong waren, niet over durfde dromen. Overheden creëren geen banen. Dus als wij vaststellen dat er weer zoveel werklozen bijkomen, dan die anderhalve man en een paardenkop in de overheidsdiensten, dat zet geen zoden aan de dijk en dat zou ook geen zoden aan de dijk moeten zijn. Het gebeurt in het bedrijfsleven en het bedrijfsleven is buitengewoon belangrijk. En als je die categorie bekijkt, dan tot mijn verbazing in ieder geval toen ik dat cijfer hoorde in Europa, bestaat voor 99% uit het midden- en kleinbedrijf. Dat zijn slimme, smarte mensen die inderdaad geen extra risico's nemen, maar die best bereid zijn om risico's te nemen, mits dat in een klimaat gebeurt wat daartoe uitdaagt. En mits daar perspectief bij gegeven wordt. Laten we van de nood een deugd maken. Want op zichzelf is zo'n crisis, ja, je vraagt er niet om, maar op zichzelf is het natuurlijk wel even van rock the boat. Iedereen is weer terug op aarde met zijn benen op de grond en iedereen realiseert zich dat niks vanzelfsprekend is op dit ondermaanse. En dat we met elkaar het moeten oplossen en niet tegen elkaar. En om iets gedaan te krijgen, hebben we een beperkte, maar een hele concrete lijst van doelstellingen opgezet in dat rapport 2020. 5. Nummer 1. Een zeer ambitieus lijstje overigens. 75% van de bevolking tussen de 20 en 64 jaar moet werk hebben in 2020. 3% van het BBP van de EU moet worden geïnvesteerd in research en development. De 2020 klimaat- en energiedoelstellingen moeten overeind blijven. En het percentage schoolverlaters moet lager zijn dan 10%. En minstens 40% van de jongere generatie moet een hoger onderwijsdiploma hebben. En het is niet meer een keuze, zoals u zich ongetwijfeld kunt voorstellen. Het is niet, wil ik met ICT iets te maken hebben of wil ik dat kunnen kiezen?
dat is al lang voorbij. U zit er middenin, u heeft geen keuze of het met plezier wordt gedaan of niet. Ik raad u aan om het met positieve gevoelens te benaderen. Er is geen keuze, u zit er middenin. Er is geen andere samenleving meer denkbaar. Nou is het prachtig en het klinkt lekker sexy, high-speed broadband. Wat is dat ultrasnelle? Dat is wat we in onze plannen gezet hebben. 100 megabits per seconde als u iets zendt of ontvangt aan informatie. Maar voor de digitale markt is dus ook een interne markt zonder grenzen aan de orde. En daar is nog heel veel werk aan de winkel. U zult het ongetwijfeld zelf ook ervaren. Want online diensten en producten kunnen kopen en aanbieden is af en toe knap moeilijk wanneer u het over de grenzen wilt doen. Dat is een van de prioriteiten om daar wat aan te doen. We moeten ons gaan afvragen of we met een industriebeleid in Europa ons niet meer moeten focussen op een aantal zaken. Wat ik verbazingwekkend vind, is dat zoveel uitvindingen in Europa gedaan zijnde nooit geïmplementeerd zijn, en dat betekent uiteindelijk de banen, in Europa. Maar die zijn opgepakt door de Verenigde Staten, door daar ondernemers. En dan kom ik weer op dat klimaat van het ondernemerschap. In de Verenigde Staten is dat klimaat veel aantrekkelijker. Maar dan moeten we in ieder geval de guts hebben om ook de consequenties van nieuwe mogelijkheden, en die dan om de mens gaan, dat die dan ook doorgedacht worden. En dat het niet zo kan zijn dat ziekenhuizen of artsen daarin kunnen blokkeren. U heeft de potentie om die leidende positie in te nemen in Limburg, in Europa. En dat alleen al vanwege uw geografische positie. En u zit eigenlijk in het hart van die interne markt, om het maar zo te zeggen. Hoge snelheidsinternet verhoogt de kansen op elk van die gebieden. En dat is positief voor landsregeringen, dat is positief voor provincieregeringen. Hoe noem je dat, de gedeputeerden? De noodzakelijke investeringen zullen zich op termijn ruimschoots terugbetalen. Dus uw verhaal houdt stand als dat goed op uw partijen overkomt. De consument wordt op de hoogte gesteld van de reële snelheden en niet van de theoretische. Dan zijn we bezig op het foute spoor. Als dat zo is, als die theoretische snelheden aangeboden krijgt, maar die in de realiteit niet te herkennen zijn, dan voelt die consument zich bedrogen. En dan betekent dat die verkoopinformatie niet lukt. En vandaar dat we met de regulering in frameworks heel duidelijk moeten zeggen: de privé-investering, prima, we moeten dan weten waar we aan toe zijn. Regionale en lokale overheden spelen daar een grote rol in, ook in Limburg, en er dient een naadloze convergentie te zijn tussen vast en draadloos. Willen wij die grotere productiviteit inderdaad kunnen realiseren? We zijn er zeker van dat alle anderen, de Chinezen, de Brazilianen, de Mexicanen, de mensen in India, niet stilstaan bij wat op het ogenblik gebeurt. En laten we vooral niet de gedachtefout maken dat zij alleen kopiëren. Zij zijn heel hard bezig zelf hun eigen ICT-beleid te ontwikkelen. Zij zijn met gigantische plannen voor ICT, broadband, high-speed bezig. Dus laten wij daarin niet concluderen. Dan kunnen wij het op ons gemak doen. We hebben haast. En het is interessant en het is te doen en het is een uitdaging om het gezamenlijk te doen. Ik wens Limburg heel veel succes en u kunt rekenen op mijn speciale aandacht. Dank u wel.